Hoi allemaal, ik ben het, Tammy. Je hebt me al heel lang niet gezien. Ik denk misschien al 2 jaar niet. Sorry voor dat. Er is heel veel veranderd in de afgelopen tijd. Ik ben weer verhuisd zoals altijd. Ik heb heel veel verhuisd, maar nu ben ik eindelijk klaar met verhuizen. Wat is nog meer veranderd? Er is veranderd in mijn dieet. Ik ben namelijk sinds 2017 veganist geworden. Of 18. Of 18. Ik ben een tijdje geleden veganist geworden. En wat betekent dat? Nou, als je veganistisch eet, dan eet je geen dierlijke producten meer. Dus je eet ook geen eieren, ook geen melk, ook geen boter. Je hebt gelukkig heel veel alternatieven. Je hebt mandelmelk, je hebt kokosmelk. Weet je, tegenwoordig heb je voor alles een alternatief. En daardoor ben ik heel erg veel gaan experimenteren. Zoals je misschien al een beetje kan zien, ik zie er een beetje Aziatisch uit. Nou ja. Ik ben natuurlijk ook Indonesisch, ik zie het sowieso als je had. Maar ik ben sinds een tijdje ook bezig om mijn eigen bedrijf op te starten. En dat heet Vegan Asian. En Vegan Asian is, nou ja, de naam zegt het al, Aziatisch eten, maar dan exclusief veganistisch. En op mijn verjaardag, de 29ste van juni, ga ik eigenlijk heel veel recepten releasen. En die zijn uiteraard veganistisch, maar ook Aziatisch. Dan zou je denken, oké, dus ik kan nu unsubscribe, tafelen met Tammy is klaar, weet je, doei. Maar nee, het tegendeel is waar. Wat ik namelijk ga doen met tafelen met Tammy is, ik blijf dit kanaal houden. Dus dankjewel, jullie 108 subscribers is het nu volgens mij. Ik ga namelijk wel veganistisch koken. Maar ook als het Aziatisch is, gaat het naar de Vegan Asian kanaal. En ook als het niet Aziatisch is, komt het op dit kanaal. Dus either way, jullie blijven van me horen. En ik hoop dat jullie ook gewoon mij blijven volgen, subscriben. Weet je, als je nu denkt, oké, maar ik heb helemaal niks met veganistisch eten, dan oké, maar misschien kan ik je wel overtuigen dat veganistisch eten helemaal niet moeilijk hoeft te zijn en dat het nog steeds lekker kan zijn. En dat je ook betere vleesvervangers kan maken. Je hoeft ze niet altijd te kopen. Dus blijf vooral dit kanaal volgen. Tell a friend. Subscribe op de Vegan Asian kanaal als wel. Als je dat wilt. Om daar mij te volgen. Dat kanaal is volledig in het Engels. Dit kanaal blijft Nederlands. Want Tafelen met Tammy is natuurlijk een Nederlands kanaal. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Oh, misschien een kleine preview van wat op het Vegan Asian kanaal komt. Ja, ja, lijkt me goed toch? Komt-ie. Genoeg toch? Ik zou zeggen, subscribe op dat kanaal. Blijf me hier volgen. En heb je nou een gerecht waarvan je denkt, ja, weet je, ik wil minder vlees eten. Ik wil minder dierlijke producten gaan eten. Maar dit gerecht, dat kan ik niet veganistisch. Dat moet met dierlijke producten gemaakt worden. Heb je nou echt zo'n gerecht? Laat het me dan weten in de comments. En wie weet ga ik dat dan experimenteren en uitzoeken. En op dit kanaal posten. Ik sta open voor alles. So amaze me. Hoe dan ook, bedankt voor jullie constante support. En ik zie jullie allemaal heel snel. Bye!